waarom Remea gekozen heeft voor een circulaire stand, heeft te maken met onze belofte. Creating better living environments. En wij geloven dat het realiseren van een betere leefomgeving begint bij onszelf. Dat doen we met onze oplossingen, met onze producten en de manier ook waarop wij naar beurzen gaan. We hebben dit jaar gekozen om een aantal ingrijpende keuzes te maken in de manier waarop wij onze stand realiseren. We leggen dit jaar geen verhoogde vloer. Daarmee besparen we om en nabij de 500 vierkante meter aan houtmateriaal. We hebben ervoor gekozen om verpakkingsmaterialen en installatieproducten te hergebruiken binnen onze stand. Zo gebruiken wij expansievaten als lampen en verpakkingsmaterialen van onze cv-ketels vormen het binnenwerk van onze bar. En op die manier proberen we eigenlijk onze materialen een tweede leven te geven en te hergebruiken in ons standconcept. Los van het hergebruik van materialen hebben we ervoor gekozen om dit jaar een samenwerkingsverband aan te gaan met Aventus. Dat is een school in de regio Apeldoorn waar een meubel- en interieuropleiding zit. En al het houtmateriaal wat je hier vandaag ziet, wordt na de beurs overhandigd aan Aventus en zal worden ingezet voor de opleiding interieur en meubelbouw. Creating better living environments is waar we in geloven. Dat doen we met onze producten, met onze oplossingen en met onze mensen. Dat is ook de boodschap bij ons op de VSK dit jaar. We hebben een Remea Theater dat iedere dag gevuld is met inhoudelijke sessies en inhoudelijke sprekers over actuele thema's in de branche. Onder andere netcongestie, de resultaten van hybride in de praktijk, maar ook de stap voor een E-installateur naar een W-installateur en vice versa. We proberen praktijkervaringen te delen voor andere installateurs op onze stand.